De Nederlandse Boerenwagenclub, die zich ten doel stelt de historische landelijke voertuigen die na de oorlog bewaard zijn gebleven voor verwaarlozing te behoeden, heeft in Ommen in Overijssel zijn jaarlijkse boerenwagendag gehouden. Een twintigtal wagens was er te zien, voornamelijk uit Overijssel. De chaise, vroeger gebruikt bij feestritten en kerkgang, thans nog vaak te zien bij ringrijderijen. De kap kan naar beneden worden geslagen. De riemenwagen, hier en daar nog in gebruik, heeft geen deuren. Men gaat via de bok naar achteren. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij geheel in riemen is opgehangen. De kleedwagen, in Overijssel linnenwagen genoemd. Een kleine boerenwagen die zich bijzonder leende voor personenvervoer. Men gebruikte hem zowel bij begrafenissen als bij trouwpartijen. De mooiste wagen op deze dag was de Zuid-Hollandse boerenwagen. Dit voertuig uit 1780 is fraai versierd met houtsnijwerk. Het hoge achterbord wordt opgezet bij het vervoer van hooi. Van dit type zijn er in de streek van de grote rivieren nog tientallen in gebruik, zij het wat minder mooi bewerkt. Natuurlijk was er van de zijde der Overijsselse boeren voor deze wagendag veel belangstelling. Deze dame was niet in Ommen, maar in Amsterdam, waar zij met vele anderen interesse toonde voor een geheel ander aspect van de Nederlandse folklore, de klederdrachten. De demonstratie werd gehouden op het terras van het ICC Vondelparkpaviljoen, voornamelijk ter attentie van de buitenlandse bezoekers van het Hollandfestival. Een antiek kostuum uit Hindelopen. Het vroegere bruidstoilet uit Brabant. Opvallend is de brede kanten kap. Traditioneel vrouwenkostuum uit West-Friesland. De antieke kap vertegenwoordigt een waarde van 3000 gulden. Een trouwkostuum en een kerkkostuum uit Huizen in Noord-Holland. Een jonge meisjestoilet uit Walcheren. De show gaf de bezoekers een duidelijk beeld van de kleding die de Nederlandse vrouw in de 18e eeuw droeg en die sporadisch hier en daar nog wordt gedragen.